In deze video leer je hoe je schrijft, tekent en markeert in het bordboek of e-book. De Vanin toolbar bevat alle functionaliteiten om toevoegingen te doen aan je bordboek of e-book. Aan de linkerkant van de toolbar vind je de knoppen om te schrijven, tekenen of markeren in het boek. Je kan de toolbar gemakkelijk verplaatsen door hem met je muis te verslepen. Klik op de cirkel van de toolbar om hem te verkleinen. Om zelf tekst te schrijven in je bordboek of e-book, gebruik je het icoon met de twee letters. Klik nu op de plek waar je graag tekst wil toevoegen in het boek. Nu opent een tekstverwerker en een tekstveld en kan je beginnen noteren. Links kun je verschillende lettertypes en lettergroten van je tekst kiezen. Daarnaast zie je de knoppen om je tekst in het vet te zetten, cursief te zetten of te onderlijnen. De volgende knop kun je gebruiken om tekst in superscript of subscript te zetten. Handig voor wetenschappelijke vakken of voor wiskunde. Je kunt in het tekstveld ook tekst markeren en de kleur van je tekst veranderen. Via deze knop kun je de uitleiding van je tekst kiezen. Wil je graag een opsomming maken in je tekst? Gebruik dan deze knop. Je kan een opsomming maken met bullets of cijfers. Via de tekstverwerker kan je zelf speciale tekens en symbolen toevoegen. Je kan via deze knop je tekst ook delen met andere personen, zoals een medeleerling, medestudent, leerkracht of docent. Let wel op: hiervoor moet de leerkracht of docent een klasgroep hebben aangemaakt in de kiosk van zijn of haar bordboek. Ontdek hierover meer in een van onze andere video's. De knop met het vuilbakje gebruik je als je de tekst wilt verwijderen. Klaar met schrijven? Klik dan ergens anders in het boek om het tekstveld te sluiten. Gebruik de pijltjes in de toolbar om je tekst te verplaatsen. Wissen doe je eenvoudig door het gommetje te gebruiken of het vuilbakje in het tekstveld zelf. Om te tekenen in je bordboek of e-book, gebruik je de knop met het potlood. Wanneer je op het potloodje klikt, zie je reeds de laatste twee gekozen kleuren en diktes van je potlood. Zo kun je meteen snel aan de slag. Wil je toch graag de dikte en kleur aanpassen? Klik er dan opnieuw op en verander de kleur, lijnstijl en lijndikte. Om het potlood terug te deactiveren, klik je er opnieuw op of klik je op een andere functionaliteit in de Vanin-toolbar waarmee je aan de slag wil. Het verplaatsen van je tekening doe je met de pijltjes en wissen met het gommetje. De volgende functionaliteit is de markeerstift of fluo-stift. Hiermee kun je overal in het bordboek of e book markeren. De kleur van de markeerstift is daarom ook doorschijnend. Wanneer je op de markeerstift klikt, zie je steeds de laatste twee gekozen kleuren en diktes van je stift. Hier kun je ook de kleur, lijnstijl en lijndikte aanpassen. Het verplaatsen van je tekening doe je opnieuw met de pijltjes en wissen met het gommetje. Wil je je typetekst uit het bord markeren, dan kun je best de tekstmarkeerstift gebruiken. Hiermee kun je heel precies tekst aanduiden. Hou je muis ingedrukt terwijl je de tekst selecteert die je wil markeren. De kleur van de markeerstift is doorschijnend, zodat je gemakkelijk de tekst kan blijven lezen. Wanneer je op de markeerstift klikt, zie je steeds de laatste twee gekozen kleuren van je stift. Ook hier kun je de kleur aanpassen. Wissen doe je opnieuw met het gommetje. Wil je een eenvoudig en snel overzicht van al je tekst en tekeningen in je boek? Klik dan links bovenaan op de drie streepjes en kies voor het potloodje. Hier vind je steeds een handig overzicht van al je toevoegingen in je boek. Ontdek nog meer handige tips over het gebruik van het bordboek en e-boek in onze andere video's of download de handleiding.